gaan we Minecraft spelen. Met 200 kijkers. Oh. We hebben hier 9 verschillende kleuren. Elke ronde mogen deze prachtige kijkers een kleurtje uitkiezen. En dan gaan Robin en ik op een willekeurige manier een kleur laten afvallen. Zit je in die kleur, val je af. Dan ben je dood. En we gaan door tot er nog maar 1 iemand overblijft. Robin, ben jij er klaar voor? Dat heb ik lang niet meer gehoord. Maar ja, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor. Dan denk ik dat het tijd is om iedereen hier naar beneden te brengen. En dan mogen ze een kleurtje kiezen. En dan wordt het lava, of het water wordt lava. En dan kunnen ze niet meer van kleur veranderen. Ja, daar gaan ze. Iedereen mag een kleurtje kiezen. Ik ben benieuwd, welke kleur? Ik denk dat grijs misschien wel een beetje... Ik zou voor geel zijn. Jij zou voor geel zijn. Ik zou denk ik voor... Ik weet niet, groen. Ik voel groen vandaag wel gewoon. Weet je? Ja? Oh, iedereen kan elkaar slaan. Robin, dit is één grote chaos. Oh jee, oh jee. Dit is één grote chaos. Laten we aftellen. En dan wordt het water wordt lava. En dan kunnen ze niet meer van kleur veranderen. 3, 2, 1. Boom. Let's go. Oeh, die zijn in de lava gevallen. Dat is zonde, jongens. Oh. Dat is zonde. Ben, wat doen we met Bals? Hé, hij is een eventwinnaar. Bals. Bals? Ik heb het gezien, ja. Nou, Bals ken ik niet meer. Bals, ja, helaas. Wat doen Zullen we die twee mensen eventjes nog... of zijn ze dood? Ja, oké. Weet je, ik gun... Doe jij hun regelen? Ik gun Bals wel. Bals, omdat ik groen voelde, gooi ik bij groen. Help jij die mensen maar. Ik vind het nog dat ze dood zijn. Oké, Robin. Laten we bekendmaken hoe wij de eerste kleur gaan elimineren. Weet je? Ja, leuke is, ik denk dat we gewoon een varkentje hier moeten plaatsen. En dan kan een varkentje naar één van deze kleur lopen. Ik gok dat hij wat houdt van bacon. Nee, hij is bacon. Waar houden we varkens van? Oranje. Hij gaat sowieso naar oranje, want dat is een worteltje, oké? Okay? Ja, dat is prima. Waar het vark heen loopt, die kleur wordt gekozen. In 3, 2, 1, zo. Ah, hij staat niet in het midden. Oh, spannend, spannend, spannend. Oh, dat werkt niet. Maar ja, hij staat prima zo. Spannend. Waar gaat het varkentje heen, jongens? Waar gaat het varkentje heen? Waar gaat het varkentje heen? Kijk hem kijken. Oh, hij kijkt naar geel. Oh, ik heb even manoeuvre naar groen. Ik denk dat het echt even bijna in een broek deed. En het is grijs. Grijs. Grijs is gekozen. Dan hebben wij nog een kleine verrassing. Grijs wordt niet zomaar nu geëlimineerd of zo, weet je? Nee. Maak je geen zorgen, want ik heb voor jullie... Boom. Het wiel des doods. Ik heb hier een wiel des doods waar ik zo meteen aan ga draaien. Dan hebben we de keuze, Robin, uit een dropper. Dan moeten ze allemaal een dropper gaan doen. Ja. Degenen die de dropper halen, krijgen nog een kans. Degenen die het niet halen, gaan dood. Een creeper aanval betekent dat we allemaal creepers gaan spawnen. Robin bepaalt, mag jij een verrassing invullen? De dood, iedereen gaat dood. Overleven, iedereen overleeft het. Ik bepaal, mag ik bepalen wat ik met ze doe? Parcours, moeten ze allemaal een parcours halen? Haal je het, mag je door, haal je het niet. Ben je dood, Sven? Heb je het in de gaten? En PvP, degene die als laatste overblijft, die mag door. Zou ik aan het wiel draaien, Robin? Doe het! Het wiel des doods in 3, 2, 1. Oh, dat is wel heel hard gespint. Oh, daar komt-ie. Daar komt-ie. Robin bepaalt. Je hebt verrassing. Ja, het is verrassing. Het is een verrassing. Zeg maar, zij weten niet wat er gaat gebeuren. Verrassing in 3, 2, 1. Oeh, Robin. Daar zijn ze. Oh, het is nacht natuurlijk. Wait, het is nacht. Night, zo. Het verbranden ze niet. Oh ja. Gaat ze het overleven? Gaat ze de zombie aanval overleven, Robin? Is de grote vraag. Kunnen ze slaan? Jongens, pak ze nou gewoon. Sla ze dood. Goed zo. Werk samen. Dit moeten ze allemaal kunnen overleven. Ja, ik denk het wel, toch? Ik denk het ook wel, ja. Echt? Oh, er is er eentje dood. Jee, Hond Games. Niet overleefd. Oh, wat zet. Oh, dit gaat goed, joh. Ik denk dat ze dit wel met merendeels gaan overleven. Eentje is er nog dood. Die is in de lava gevallen, helaas. Kijk die allemaal kijken. Want ze kijken allemaal van, oh, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Iedereen is echt, kijk, vooral rood hier inderdaad. Het is gewoon echt in volle glorie aan het kijken hoe grijs aan het strijden is voor hun leven. Ja, ze hebben het overleefd. Althans, merendeels heeft het overleefd. Yeah. Woehoe! Nou, we gaan door naar de volgende ronde. Kies een kleur, jongens. Jullie mogen een nieuw kleurtje. Elke ronde mogen ze natuurlijk een nieuw kleurtje kiezen. Want stel, ze waren niet blij met hun keuze. Kijk, ik denk dat heel veel nu naar grijs gaan. Want die denken, weet je, het wordt vast niet nog een keer grijs. Maar dat is het ding. Het is zo willekeurig. Het kan net zo goed nog een keer grijs worden, weet je. Ja, precies, precies. Maar mijn call was wel goed. Ik zei dat ik voel hem niet bij grijs. Maar ik voel me nog steeds bij groen. Groen gaat geen één keer gekozen worden. En lava. En niemand is... Wauw, ze letten goed op deze keer. Ze letten goed op. Nou, weet je wat? Jij mag deze keer bepalen. Hoe gaan we een kleurtje laten afvallen? Ik vind dat we dat gaan doen door middel van het tapijt. Het tapijt. Weet je, Robin, het tapijt is heel leuk. We hebben namelijk één knopje daarvoor nodig. En ik weet niet meer waar die zit. Hier, kijk, deze. Als ik die hier plaats en we klikken erop, dan komt er omhoog prachtig mooie kleur, oké? Okay? Ja, ben je er klaar voor? Heel benieuwd. Oké, 3, 2, 1. Groen! Groen! Oh, groen, jongens. Ik sprak zo goed over jullie. Het wiel des doods, jongens. Zijn we er klaar voor? Robin, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ja, jij bent er klaar voor? Laten we dan woem, dan gaan we aan het wiel des doods. PvP is er helaas uitgehaald wegens technische fouten, maar dat maakt niet uit. Want hij gaat...
Oh, hij zou eindigen waar Pief staan. Doe een klein extra spinnetje erachteraan. De dood! Oh nee! My jeez! Nee, de dood! Robin. Betekent dat gewoon dat iedereen hier dood gaat? Iedereen in dit vak gaat helaas dood. Oh, deze guy die probeert te ontsnappen. Gaat hem? Hij gaat toch wel dood. Gelukt. Wat gaan jullie doen, jongens? Helaas. Oh, Robin, ze springen zelf allemaal onder lava. Ze proberen te ontsnappen. Maar dat gaat ze niet lukken. Mensen gaan nu naar groen. Die hebben hier een massamoord gezien. Die denken, ik wil hier wonen. Ik wil op groen wonen. Er is een polonaise gestart op rood. Er is letterlijk een polonaise gaan. Ik ga gewoon in één keer, hup, zo. Oh, en loopt hier, Robin. Oh. Jij loopt hier in je onderbroek, in je luier zelf. Dat is helemaal niet waar. Ik loop gewoon hier. Hier, je staat hier in je luier. Nee, Max, ik heb... Oh my days. Oké, hoe gaan we dat doen, Robin? Ik zeg, zal ik nu een keertje spinnen? Dan ga jij maar spinnen. Oké. Dan gaan we. Daar gaat hij, hè? Daar gaat hij. 1, 2. Bam, 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 oranje! Oranje! Oranje, jongens. Het zijn er weinig. In dat opzicht hebben we nog niet echt een grote klap gehad. Wat doe je nou, kindsoldaat? Waarom? Springt in de lava? Nou, laten we maar weer aan het wiel des doods rijden. Daar gaat hij. En het wiel des doods bepaalt dat jullie gaan. Creeperaanval. Oh, de creepers, jongens. Jullie krijgen de creepers. Boom. Oké, oh. Oh, oh. Oké, Robin, dus we doen dat gewoon zo. Ik vallen wel gewoon op deze manier een paar. Hier zo. Dat is goed. Zo. Kijk of ze het gaan overleven. Wie gaat het overleven? Dit is het. Meer krijgen ze niet. Oh. Oh. Oké, als ze die kunnen elimineren, zijn ze veilig. En misschien stiekem hier nog eentje. Als ze die kunnen elimineren, plus deze hier, zijn ze veilig. Kom op, jongens. Sla hem in de lava. Goed zo. Kinka kansloos, je bent een held. Ze zijn samen dingen aan het... Kijk, dit is teamwork. Dit is dit teamwork. Dit is teamwork. Dit is teamwork, stiekem ja. Stiekem nog eentje. Oh. Kom op, jongens. Pak ze. Kijk. Oh. Hey, dan denken ze dat ze het gehaald hebben, maar er staat er stiekem... Oh. Zou ik hem nog meer? Nee, pas op, dit is Boas! Boas! Ze focussen op één en ze denken shit. Ja, Boas wordt ook gefocust. Oh, ja, Kinga kansloos. Als ze deze hebben, vind ik het prima. Ja, precies, ik ook. Ja, goed zo, jongens. Oh, oké. Okay. We hebben een paar dooien helaas, maar Oranje heeft het nog prima overleefd. Oh, let op tijd. Hey, jij daar. Hey, nu je toch deze video nog kijkt, abonneer zeker eventjes, want we hebben bijna die 250.000 abonnees. En like ook zeker even de video, we gaan voor die 4.000 likes en reageer ook eventjes wat jouw favoriete kleur is en waarom. Maak er even een leuk verhaaltje van, dan ga ik nu verder hopen op een mooie uitkomst van deze kleur. Hoehoehoe! Wat gaan we doen? Zullen we nog het vuurwerkje doen? We gaan het vuurwerkje doen. We gaan het vuurwerkje doen. Komt-ie, hè? 3, 2, 1, vuurwerkje en het bord. Blauw! En het is weer niet zo heel veel. Oeh, maar wel allemaal bekende namen. Ik zie Jolte Max. Ik zie Super Jelle. Ik zie een variant van opa Gerard. En een variant... Nog een variant van opa Gerard. Er zijn er twee. Oh, jeetje. Gerard is populair. Oeh, oké, daar komt hij, hè. Het wiel des doods. We gaan eraan spinnen. En hij komt neer. Parcours! Oeh, ze moeten een parcours gaan doen. Ah, jongens, wij hebben een prachtig parcoursje gebouwd voor deze mensen. Hij is nu nog heel simpel, maar hoe verder we in de video komen, hoe moeilijker die wordt. Robin, daar staan ze allemaal. Het is een redelijk simpel parcoursje. Ik heb echt letterlijk een heel simpel parcoursje in elkaar gezet voor ze. Dus het verbaast me als hier mensen doodgaan, weet je? Dus ja. Alleen hierboven te komen en dan zijn ze veilig. 3, 2, 1, go! Go, 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 daar gaan ze. Kijk. Oh, nee! Tot ziens! Hoe kan dat nou fout gaan? Oh, deze guy die gaat lekker snel. En die gaat het halen. Oh, dag! Jultemax, Max, tot ziens! Nee, daar ook iemand strawberry! Hoe kunnen er nou mensen doodgaan, jongens? Het is zo simpel. Nou, er zijn er maar 2 dood gegaan. Drie. Er zijn er 3 dood gegaan. Ah, Thijs, jammer. Kom op, jongens, doorrennen. Jullie kunnen het. Oh, er zijn er 2 dood! Oh! Oh, deze sprong hier is best wel verneidig. Oh. Deze sprong is best wel Huh? Was die altijd al zo moeilijk, deze sprong? Weet ik niet. Ik heb hem niet aangepast. Ik dacht dat hij best wel te doen was. Ja, als jij in één keer doorspringt, dan wel. Oh mijn god, uiteindelijk hebben we maar 4 hem gehaald, Robin. Uiteindelijk hebben we letterlijk maar 4 hem gehaald. Oké, nou laten we teruggaan naar de arena. Nou, Robin, daar staan ze. Laten we het weer water maken en dan mogen ze weer een nieuw kleurtje kiezen. A few moments later. Daar is hij, het varkentje. Hij is gespant. Wat gaat hij doen? Waar gaat hij heen? Wat een prachtig cinematic shot. Het is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Kijk, iedereen kijkt. Iedereen is bang. Kijk, iedereen... Geel is echt heel weinig, dus ga niet naar geel. Oh, wat vind je... Hij gaat gewoon springen, joh. Oh, nee, nog niks. Nog niet. Paars! Paars! Wow, wat heeft groen in hun broek gepoept? Echt waar. Paars, wat zijn jullie net aan... Oh, wat lullig dit eigenlijk. Wat lullig. Wie zit hier? Fastbo en Doofoot en YoloFlexi is hier.
Okay. Best wel bekende namen. Spin aan dat rad. We gaan aan het rad spinnen. En het rad komt neer op. Het rad komt neer op. Parcours. Ah, laten we het heel snel even... Robin, daar staan ze. Het zijn meer kandidaten dan zojuist. Dan de ja, best wel. Keer. Het zijn er echt even meer. Dan is het gewoon tijd om gelijk het parcours te starten. En ik ben benieuwd hoeveel te gaan overleven. Kom maar, jongens. Ga maar. Oh, kijk eens hoe Fastpo dat doet. Die Fastpo die gaat snel. Die denkt, weet je, ik ga voordat het druk is ga ik... Oh, er zijn al twee dood. Oké. Fastpo, pas op. Ja, die heeft het sprongetje gehaald. Oeh, ja, ik ja, zou heel gewoon goed. Zeg, wachten. Hè. Ik zou ook niet in de drukte willen, weet je. Dus ik zou of als eerste willen of als laatst. Oh, er gaan zoveel mensen dood. Kijk, nu gaat het... die gaat springen. Daar hoor ik echt dat soundeffect. Ja, sad. Oké. Nou, vier hebben het er overleefd. Hartstikke leuk. Robin, we gaan even het wiel des doods aanpassen. We halen heel even het parcours eruit. Stoppen een creeper aanvalletje hier. En we doen een droppertje doen we hier. Oké. Okay. Eventjes gewoon wat variatie in het wiel des doods. Ik ga gewoon nog een keer op het vuurwerk klikken, want die vind ik wel leuk. Oké. Okay. Hoppakee. En het wordt blauw. Oh, dat zijn er heel veel. Oh, dat zijn er echt heel veel. Blauw. Blauw. Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Daar komen we nu achter. Wat gaan we hier doen, jongens en dames en heren? Jullie gaan... Oh, Robin. Ze overleven het. Oh, wat hebben jullie een geluk. Paars. Alweer. Oeh, paars. Wat gaat er met jullie gebeuren? Hallo, Fred. Hallo. Oké, wat gaat er met paars gebeuren? En hij kan... Oh, dit is wel echt even tegenovergestelde. De dood. Oh, jee. Nee, wat is blauw ontsnapt aan de dood? En wat heeft paars toch een pech? Oh, mensen proberen al te ontsnappen. Maar er is geen ontsnapping aan, Robin. De dood. Elke keer als ik ze sla... Grasmaaien. Dus kijk, ze proberen te ontsnappen. Ze proberen het. Die guy heeft armor. Oh, zag je dat? Zag je dat? Hij had armor. Daag. Ja, jemig die spullen. Jemig. Hallo. Oh, wat ga je doen, Robin? Wat ga je doen? Pakken. Die skin. Hij wil niet, Robin. Ik vind zielen. Kom mee. Oh, hij wil niet. Oh, weet je, hij heeft pech. We gaan paars. Gaan we weghalen. Boom. Paars is niet langer een onderwerp in deze video. Oh. Oh ja. En weet je, dan gaan we... Nou, nee, dat is prima. Niemand. Niemand. Doe jij het wiel des doods? Ja, zeker weten. Daar heb ik zin in. Komt wiel van de kleuren, ja. En het, ik kijk ook gewoon omhoog. Weet ik niet waarom, want dat heeft geen invloed. Maar daar gaan we. Daar gaan we. Het wiel is aan het draaien. Waar gaat hij op komen? Rood. Rood. En daar is boer Jan. Of boer Martin is daar mee. Oh, Jan. Oh nee, Martin. René is er ook. Wat moeten ze gaan doen? Wat? Dit is spannend, jongens. Wat gaan jullie doen? Ze hebben ook een helemaal een kleur voor dit event. Zie je het? Of een skin. Met allemaal kleurtjes die dragen. Hoe weten ze dat nou weer? Ja, ik heb tegen René verklapt wat we gingen doen. Nou, laten we maar aan het wiel draaien. Daar komt ie. Wat gaat er gebeuren met Team Rood? Het wiel is aan het draaien. Het wiel is aan het draaien. En dat kwam van het bepaald. Wat er gaat gebeuren. Dan ben ik toch benieuwd wat Walnut gaat bepalen. Wat gaat Walnut bepalen? Zijn reffertjes? Zijn dat van die grote beesten? Jazeker. Nou, weet je. Hier is één reffertje. Maar die dingen zijn echt heel sterk. Pak ze, jongens. Jongens, wat zijn die sterren? Ja, die zijn echt heel... Die hebben ook geen knockback of zo. Oh, mijn god. Die zijn sterren. Oh, maar dit kunnen ze. Dit kunnen... Jezus. René. Oh, René is dood. Zo, ik heb er eentje even weggehaald. Oh, mijn god. Ze kunnen het. Kom op, jongens. Pak het. Pak het. De rippertje aanval. Oh, mijn god. Lijkt een cupcake, jongen. Kijk hem vechten. Kijk. Oh. Gast, het is ook echt een one-shot als hij je raakt. Je bent ook echt gewoon de klos als hij achter je aan zit. Kijk, donk. Kijk, ze rennen. Dit is zo grappig, kijk nou. Oh mijn god. Laten we hem nog 10 seconden, ja? Nee, dit is gewoon klaar dan. Dat kunnen we niet maken. Oh mijn god. Nou, dit is de verrassing. Goeie verrassing. Oh nee. Strong beast mode, kom op. Sla hem in de lava, doe het. Oh. 3, 2, 1. Wat doen we hiermee? Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Nee, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Nee. Weet je, Zij mag de kleur kiezen! Zij mag de kleur kiezen. Nou, Alice, kies een kleur en daarna ga je dood. Dat is, zeg maar, dat is de voorwaarde. Kies een kleur hier, aan dit wiel hier zo. En dan ga je dood. Zie ze is... Oeh, wat doet ze? Doet ze blauw? Ze doet blauw! Ze kiest voor blauw! Oh my days! Nou, Robin, blauw het is. Blauw! Nou, weet je wat we dan als eerst doen?
Doei, dankjewel Alice, Alisa voor het kiezen. Voor de kleur. Maar nu is het daar blauw om te kijken wat er gaat gebeuren. Eén, de tweeën. Weet je, ik wil gewoon heel graag dat het droppen wordt. Dus ik heb nog meer droppers toegevoegd aan het wiel. Oké, ik zie het. Daar komt ie. Laten we kijken wat het is. Oeh, een dropper! Ja! Oh, wauw, hoe kan dat nou? Dropper, dropper, dropper. Oké, jongens. De dropper. Ben je er klaar voor, Robin? Ze moeten kijken. Ik ga het even uitleggen. Wat ze moeten doen is land in het water, dan overleef je het. Land je niet in het water, dan ben je dood. En zo simpel is het gewoon. Kom je gewoon beneden op een goede manier, dan ben je gewoon goed. Nou, Robin, haal het glas maar weg. Mensen staan erop, dus ik ben bang dat die dan gelijk doodgaan. Ja, 3, dat doen ze toch echt zelf. 2. Oeh, daar gaan ze. Oké, wie gaat het halen? Ze moeten in het water landen. Oeh, daar gaan mensen al. Oh mijn god, jongens. Het is zo makkelijk. Ja, goed zo. Goed zo. Oh mijn god. Nog maar 1 iemand heeft. Nog maar 2, 3. Die is dood. Ja, 4 hebben het gehaald. 5. 5. Oh, kom op. Is dat Spider-Man daarboven? Oh, hier nog 1 iemand? Ja, die heeft het ook gehaald. En die heeft het ook gehaald. Was het iedereen? Was dat iedereen? Weet ik niet. Jij staat boven. Nee. Niet meer. Nou, volgens mij was het iedereen. Ja, het was iedereen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen hebben het overleefd. Ja, jij mag kiezen. Kies een nummertje. 1 of 2? 2. Oké, dan gaan er 2 eilanden weg. Oh, zullen we groen en oranje doen dan? Oh, ik wilde eigenlijk aan mijn rad gaan draaien. Maar dat mag ook. Nou, groen en oranje. Oranje en eentje aan het rad. Oranje, compromis. Komt-ie. Nou, ja, oranje is weg. Welke komt uit vanuit het rad? Blauw. Blauw. Nou, dat was snel. Oké, nou, top. Nou, daar gaan ze. Kies een kleur. Daar gaan ze weer. Kies een kleur. Hoppakee. Oké, dus we hebben nog wat minder mensen over. We hebben echt nog maar best wel weinig, als ik het zo zie zelfs. Oké, ben je klaar voor de koe? Dan wordt hier trouwens iemand echt gewoon geworshipped. Gewoon, hij zegt, een god of zo. Hier, waarom zijn ze dat aan het doen? Ja, en ik loop daar nog steeds in mijn onderbroek. Ik vind helemaal niks. Oh. Geel! 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 Oh! Geel. Kill the kip. Ros is echt de goat gewoon. Ros is gewoon nog geen 1 keer gekozen. Oh mijn god. Wat gaat er gebeuren met geel? We hebben hier Dennis 2. We hebben hier Roemerat. We hebben hier zoveel mensen die waarschijnlijk gewoon... Die zijn nu aan het bibberen voor hun leven. Laat ik het rad even een beetje aanpassen. Net zoals Roemerat. Die was hier ook, toch? Of is die al dood? Ja, dan heb je hem. Roemerat. Oké, Robin. Ja? Het rad is nu gewoon 1 en al leven en de dood. Meen niet gewoon. Dat meen je niet. Ze hebben de kans dat ze het overleven en ze hebben de kans dat ze doodgaan. Daar komt ie. 50-50. Leven of dood. Leven of dood. En het wordt overleven. Ze hebben zoveel geluk. Kijk hoe blij ze ook zijn. Oh, kijk ze springen. Kijk hoe blij ze zijn. Zullen we dan laten nu... Laten we gelijk een nieuw kleurtje doen. Ja, willen we een nieuw kleurtje of mogen ze weer kiezen? Nee, een nieuw kleurtje gelijk. Als in, we gaan gelijk erbij kiezen een nieuwe. Ze blijven op de plek. Kijk eens aan. Daar komt hij, hè. Boom. Groen. Kijk die SpongeBob staan. Hij beseft wat er gaat gebeuren en die kijkt daar. Ga je weer hetzelfde doen, of is dat een beetje te? Ja, ik vind... is wel te, of niet? Ik heb een ander idee. Ik heb hier de dood, creeperaanval, nog een keer creeperaanval en de dood. Nee, gewoon niet. 3 keer de dood en 6 keer een creeperaanval. Jullie krijgen... De dood. De dood. Het is zo lullig. Welke klussen? Ik zou echt roze hebben gekozen, man. Ik zou nu naar grijs keer... gaan. Ja, maar roze is nog geen 1 keer gekozen. Gewoon echt letterlijk nog geen 1 keer. Oh, oké. Wat doen we? Wat doen we? Jouw wiel is dood. Als je op een kleur komt die we al weg hebben gehaald, dan wordt die gewoon nog een keer gespind. Grijs! Grijs! Nee, wat zijn er zoveel? Het zijn er heel veel. Robin, ben je er klaar voor? Het wiel des doods is wederom aangepast. Wederom naar iets anders. Het is nu nog een keer 6 keer. Ik wil gewoon weer een nieuwe creeper aanval. Vind ik leuk. Ja, dat merk ik. En overleven en de dood is nog steeds in de situatie, oké? Kijk, ze kijken met z'n tweeën. Dit is lullig, maar het is de dood. Oh my days. Het is wederom de dood. Wat gaan ze... Kijk, iedereen gelijk in chaos rondrennen. Iedereen probeert te ontsnappen, maar er is gewoon... Nee, geen mogelijkheid. Ik ga jou even dat gaan je kan ontsnappen. Kijk, deze guy hier. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ga je dit overleven? Als je dit overleeft op... Huh? Ah, hij heeft niet overleefd. Ah, er staat daar in de verte 1 iemand zo eenzaam. Wie is dit? Lien Dolfje. Waar kijk je naar? Wat zit... Waar kijken we naar? Wacht. Lindolfje, welkom beneden. Jij kijkt zo zielig in de verte. Kies een kleur. Ik heb een leuke. Ik ga hem of haar verrassen. Kies een kleur. Geel. Oh, jemig, dat heeft snel bepaald. Nou, oké, dan ga je zelf ook naar geel. Oké. Hier, Lindolfje mag zelf ook naar geel. En geel is gekozen, dus nu gaan we het wiel des doods draaien. Oké, Robin, ik heb een redelijk veilige dinges gemaakt. Alleen creeperaanval en alleen dropper is het deze keer. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Daar komt hij. En hij belandt op creeperaanval. Die wilde ik heel graag. Daar is hij. Creepers. Jongens, wat gaan we doen? Oh.
Er gaan af en toe een creepje spannen. Er gaat af en toe een creepje terechtkomen. En dan wordt dat moeilijker dan aan. Oh my days. Plaatsen op. Oké, wacht. Ik ga er hier nog 5 plaatsen. 1, 2, 3, 4, 5. En that's it. 1, 2, 3. Ja, oké. Okay. Oh, my days. Oh, my days. Oh, my days. Het is nu klaar. Dit zijn de laatste twee. Kom op, jongens. Pak ze. Jullie zijn de laatste. Oh, één. Dutch katje had er eentje. Kijk dit dan. Oh. Wat een held. Nou, 4 hebben het overleefd. Dat is op zich... Hé, hey, wat is dit? Wie... Iemand is in de lava gevallen. Wat lullig. Robin, kies een kleur. Maar we gaan één kleur weghalen. En dat is namelijk geel. Geel is nu te vaak getroffen achter elkaar. Nou, daar komt. Jij hebt telkens een andere button. Ja, inderdaad. Vuurwerkje. Het is... Roze! Roze! Oh mijn god, roze. De gedoemde kleur. En dan ben ik ook benieuwd wat er gaat gebeuren. Dan gaan we, Robin. Ik heb parcours ertussen weer gedaan. Misschien dat deze mensen wel een mooi parcoursje kunnen halen. Oké, oké. Ik ga van goed, een goede spin aan het rad draaien. Een goede spin. Daar gaan we. Oeh. Het is de dood. Het kon niet erger. Kijk, ze rennen gelijk stressen voor hun leven. Jongens, ze rennen naar binnen. Je kan het F-Hond Games. Oh, jammer. Daar komt hij. Een wolfje, oké? Oké. Een wolfje. 3, 2, 1. Hoek. Wat gaat het wolfje doen? Wie gaat hij leuk vinden? Wie gaat... Oeh, hij ziet hem. Kijk, hij denkt misschien blauw. Maar ja, blauw is er niet meer, wolf. Wat ga je doen? Oh, rood! Hij ging ineens gewoon... Zag je het? Rood. Het ging gewoon lean dolfje. Je wordt wel echt... Oh, sorry, wolf. Je wordt echt getest. Je wordt echt getest. Oké. Ik ga wel gewoon weer een 50-50 rad maken. Overleven of de dood. Robin, ik heb een uniek rad gecreëerd. Het is zo uniek dat het gewoon een en al parcours is. Behalve één keer de dood. En als hij op de dood komt, ja, dan is er zoveel pech. Dat weet ik ook gewoon niet. Daar komt hij. Er zit één keer de dood tussen. Voor de rest gewoon 8 keer parcours. En hij eindigt op een parcoursje, maar het scheelde echt niks. Het scheelde oh my days. Parcoursje. Oké, daar staan ze weer. Het zijn een paar kandidaten. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ze mogen gelijk van start gaan. Hoppakee. Ga maar, jongens. Nou, kijk, ze gaan rustig aan. Ik zou ook lekker wachten als ik hem was. Liendolfje, ben jij een goede parcours iemand? Oh, daar is al iemand dood. Dan gaat de eerste al. Wie is dit? Tim? Tim, je bent snel. Let's go, Tim. Nee, Tim. Je was te enthousiast. Je was te enthousiast. Hij was net te enthousiast. Hij ging letterlijk een sprong over het groene blokje heen. Oh mijn god, gaat niemand het nou overleven? Alleen er is er al één boven. Kijk maar. Volgens mij. Nee, helemaal niet. Wel? Huh? Nee, er is niemand. Lien of... Nee, Lien. Lien. Oh, kom op, Kenny. Jij bent misschien de uitverkorener van rood. Jij kan zijn... Jij kan rood redden. Neem het legacy van rood en... Kom op, red het. Ja, ja. Nee! Iedereen is dood, wat zielig. Dat betekent ook helaas dat rood niet langer in de situatie is. Rood zal verdwijnen. Oké, Robin, ik heb de kleuren even tegenover elkaar gezet. En weet je wat mij opvalt? Nou? Het zijn Henkie-kleuren. Het is groen met roze. Maar wat we ook eventjes gaan doen, is dan dit wiel hier in het midden gaan we eventjes aanpassen. Zo. Naar roze tegen groen. Er zijn letterlijk nog maar 2 kleuren. En jij bent er nog steeds in je prachtige onderbroekje, Robin. Ik ga gewoon 1 pufferfish spannen. En die gaat gewoon ergens heen stuiteren. Oké. Okay. Komt ie, hè? Let op. 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Kijk op stuiteren. Kijk op stuiteren. Maar gaat hij ook een kant op stuiteren? Of gaat hij gewoon dood? Oh, hij neigt naar groen. Hij neigt naar roze. Wat gaat er gebeuren? Oh, oh, oeh. Nee, terug naar groen. Toch naar roze. Oh, nu gaat hij dat. Nee. Nog een keertje. Oké, dit is net aan geen roze, maar we doen vanaf nu. Al landt zijn lichaam op de kleur is het af, oké? Dat is goed. Dat doen we nu. Ik plaats hem hier zo, hoppakee. Hij staat er toch alle kanten op. Robin, waar gaat hij heen? Ja, Robin, nergens. Hij gaat ook even nou, terug. Nou. Oh. Dat is toch wel een stuitertje op of roze of niet? Waar landt zijn lichaampje? Oh, oh. Ja, ja! Dat is roze. Hij is echt op roze terechtgekomen. Oh mijn god, hè. Hij neigde alle kanten op, maar uiteindelijk is hij bij roze geëindigd. Wie zit hier allemaal? Robin, jouw mannetje daar is onderbroek, die overleeft nog steeds. Oh man. Wat zou ik doen? Robin, vandaag is het dropper of de dood. Dropper of de dood, oké. Okay. Een 50-50 dropper of de dood. Gaan jullie het overleven, jongens? Weet ik niet, want misschien je de dropper nog wel halen. Maar misschien ga je ook gewoon in één keer dood door de dood. Oh. De dood! Nee! Rennen, jongens. Probeer het. Je kan de sprong halen. Je kan het. Oh. Hallo, Jero. Oké, iedereen heeft weer een kleur gekozen. Er zijn maar 2 op roze. Bals en Noobie Destroyer, Robin. Dus zet hem maar weer, maak er maar weer lava van. Oké. Bals en Noobie Destroyer. En, ik denk dat het tijd is voor een vuurwerkje, of niet? Ja, dat denk ik ook. Alleen, ik wil
Jij hebt iemand teruggebracht. Mag ik dat ook nog doen? In de laatste ronde? In de... Nee, want dat is niet. Want dat is 1 versus 1. En dan kan hij beslissen wie er wint. Dat moet wel op geluk afhangen. Huh? 1 versus 1? Ja, de laatste ronde. Nee. Ik bedoel nu. Oh ja, prima. Doe nu maar iemand. Ik wil een ode doen aan een van de eerdere winnaars. Ja? En dat wordt dan Kippenpower 101. Hij is helemaal... Oh, Jan is een kip, bedoel je? Ja. Ah. We houden de legacy hoog. Nou, Kippenpower. Zet je hem bij Ros of zet je hem bij... Of mag hij zelf kiezen? Weer. Nee, dat kan niet. Want als hij nu gewoon groen kiest, zijn er nog maar 2 over. Oh, waar hij komt, bedoel je? Ja. Hij mag zelf kiezen, ja. Doe maar. Wat is dit voor skin? Kippenpower. Wat ben jij? Een kip. Zie je toch wel? Ik denk dat zijn brein uit is gevallen. Hij reageert niet. En ik ook niet. Nee, blijkbaar jij ook niet. Hij moet weg. Gewoon random een naam. TP hier. Ik zie daarboven. Deze man. Oh. Peter Griffin. Peter Griffin. Kies de kleur waar jij heen wilt. Hij wil natuurlijk naar groen. Dan ga jij naar groen. Ik had ook naar roze gegaan. Want als je dan wint, heb je veel meer kans om te... Ja. Als groen nu uitgeschakeld wordt, weet je. Gast, als zij nu allemaal doodgaan, bijvoorbeeld door de dood, blijven hun 2 nog over. We ja, daarom. Daarom. Nu doen we een keer een blauwe button. Komt, jij 3, 2, 1. Het is echt groen. Waarom koos je groen, Peter Griffin? Wat is dat nou weer? Oh, wat zonde. Oh mijn god, als nu Bals en Noobie Destroyer overblijven dat er wat nu wordt. Wat gaan we doen met groen? Een dropper? Of... Nee, ja, maar het moet wel... We maken even een rat. Jongens, het is geworden een paar keer dropper, een paar keer creeper en 1 keer toch de dood. En we hopen stiekem dat hij niet op de dood komt. Dat hopen we voor ze. Ja. Oh, ik wil ze gewoon een keer een dropper kans geven. De dropper! Yay! Dropper! Oké, Robin, denk je dat ze er klaar voor zijn voor de dropper? Nee. Het is weer een heel simpel concept. Hetzelfde als net, dus ik ben benieuwd. Nou, haal het pas maar weg. Laat ze maar gaan. Ik ga hier beneden staan. Ik ga kijken wie... Daar komt de eerste! Oh, die is dood. Dat is Jason is dood. Kom maar, jongens, spring maar. Oeh, coole creeper en Fastbow hebben overleefd. Wie is dit? Oh, jouw skin heeft het ook overleefd. Oh, nee, toch. Peter Griffin komt eraan. Peter Griffin heeft het overleefd. Wie is dit? Oh, die gaat het niet redden. Is er nog dat iemand? Dat was het. Dit is het. Dus er hebben er 4 overleefd. Coole creeper, jij in je luier, Peter Griffin en Fastbow. Oké, nou, dat betekent dat er in totaal nog maar 6 mensen over zijn, Robin. Ja, nog inderdaad. Nog maar 6. Kies een kleur. Kies een kleur. Gaan ze nou gewoon blijven op een kleur? Huh? Ze blijven op een kleurtje. Oh nee hoor. Oh nee, coole creeper. Die steekt het wordt 3-3. Gedaan hebben. Ik zou het ook gedaan hebben. Heb je gewoon letterlijk officieel meer kans. Gewoon statistieken. Ja. Statistisch gezien. Wow! Heel goed, Max. Statistisch gezien. We doen gewoon ouderwets lekker een varkentje. Hoppakee. Zo, varkentje. Even in het midden geduwd. Nou, okay. Wat gaan we doen? Jij bent roze. Maar ik weet van eerdere potjes dat het varkentje volgens mij 2 keer achter elkaar groeit. Laat maar, ik heb niks gezegd. Het varkentje heeft roze gekozen. Het varkentje heeft roze gekozen. En nu heeft die creeper spijt dat hij naar... Je moet ook niet naar statistieken kijken, creeper. Je moet gewoon op je gevoel uitgaan. Hij is weer veranderd. We gaan hem gewoon spinnen. Kijk waar hij op neerkomt. Misschien dat ik hem wel mag bepalen. Dan ga ik gewoon een andere mop spannen. Ik weet het nu al. Oh, maar het is creepers. Jullie krijgen creepers, jongen. Oké, jullie moeten samenwerken om de creepers aan te vallen. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Rennen. Oeh, hier nog 1. En dan, ik stop. Nu stop ik. Dit is het. Klaar. Oh mijn god. Rennen, jongens. Oh, wat doet die creeper het slim, gast. Hij rent er doorheen, waardoor ze ontploffen en elkaar killen. Bals is gewoon een beetje aan het hopen op het beste. Hier, die creeper, jongen. Wat is hij slim. Je hebt er nog 1 gespant, ik zag het. Dat klopt. Er moet 1 iemand dood. Dus we gaan net zo lang eigenlijk creeper spannen tot er 1 iemand dood is gewoon. Dat is slim. Oh. Creeper heeft zijn luck te erg gepusht. Hij heeft letterlijk zijn luck te erg gepusht. Oh, je hebt er nog 1 gespant. Ah. Oké, dit is de laatste. Dit is de laatste, deze. Red Balls, kom op, Noobie Destroyer. Je kan het. Je kan Balls zijn leven redden. Balls 911 is ook echt zijn naam. Nou, dit is makkelijk. Hier, hij kan gewoon lekker dat ding killen. 1 en 2. En hoppakee. Nou, er is maar 1 iemand dood gegaan. Maar ze blijven, Robin. Ze willen niet... Ik zie het. Nou, dan gaan we gewoon 4 weken pakken. Jongen. Gaan we gelijk tot ziens. Door. In 3, 2, 1. Bep. Nieuw. Boom. Oh. Wat is roze een pechvogel op het moment. Nog een keer. Weet je wat ik ook gewoon ga doen? Ik ga 50-50 maken, overleven en de dood. Oké, het is 4 keer overleven en 5... Of 4 keer de dood en 5 keer overleven. Dus de kans dat ze overleven is iets groter. Maar we gaan het zien. Daar komt hij. Mega spin. Ik heb echt een mega spin eraan gegooid. En hij komt op. Oh mijn god, de kans. Het is de dood. Het is letterlijk de dood. Nee. Oh, daar gaat hem. Peter Griffin en Fastbow. Ze laten de onderbroek Robin achter.
Ho, oh, vastboog even terug. Oh, wat doe je? Oh, wat doe je? Oh, wat een manoeuvres. Wat een manoeuvres. Oké, okay, maak er lava van. Jij in je onderbroekje, Robin. Ik ga eens naast hem staan, alsjeblieft. Ja, dat is goed. Kijk dit nou, jongens. Dit is gewoon Robin in zijn onderbroek. Hallo, hallo. Als deze guy witte, dat kan gewoon niet. Maar nu wordt het groen. Let maar op. Nu wordt het groen. Daar komt hij. Ik ga nog een keer op de vuurwerk klikken. Ik wist het. Zullen we het parcours laten doen? Ja. Ja? We gaan niet eens gewoon aan het wiel draaien. Nou, weet je, ik vind toch niet dat we zomaar kunnen zeggen het wordt parcours, maar we kunnen wel dit doen. Gewoon één overleven en voor de rest alleen maar parcours. Ja. Dan doen we op zijn minst nog wel het spelelement. Laten we even kijken waar die op komt, weet je? Ja. Ik heb mijn handen er vanaf, jongens. Ik kan er niet op vals spelen, jullie weten het. Ik ga gewoon lekker zo zitten en hij komt op parcours. Natuurlijk is het parcours. Hoppakee, je moet een parcours doen, Nisse. Jawel. Ga maar een beetje... Nee! Waarom spring je niet? Nee, ik had zo gehoopt dat hij had gewonnen. Het is een 1v1 tussen een gerevived iemand... Robin, dus als het deze wint, is het jouw schuld. Als ze boze reacties krijgen, is dat jouw schuld als Pierre wint. Wint. Dat is goed. Wacht even. Nee. Laten we ze even in call brengen. Ga even met ze praten. Jongens, welkom in de finale. Vaspo, jij bent gewoon oprecht gewoon hier gekomen. Jij bent last minute nog door Robin. Een tweede kans is jou gegeven. Ja. Dus jij hebt geluk in dat opzicht dat je mij sowieso een gelukkig vent. Hey, welke kleur voelen jullie heel erg allebei? Dat je denkt, ja, dit is mijn niet. Kleur. Echt allebei totaal niet. Nee. En jij, Thomas? Groen van mijn broek. Groen van je broek. Ben je daarmee akkoord? Als hij groen pakt. Ja. Maar... Oh. Oké, ja. Ik ben ermee akkoord. Ja? Wat we ook kunnen doen is dat jij gewoon zegt... Ik klik nu op het knopje voor jou en dat wordt jouw kleur. Nee, ik laat hem lekker... Ja. Nou, gaan jullie kant staan zo? Oké, even omdraaien, want die stond net verkeerd. Hé, gunnen jullie het elkaar? Of... Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Jij, Thomas? Ja, hoor. Ik hoor iets meer... Jij... Je gunt het niet, hè? Nee, jawel. Ja. Aardig, ik ben aardig. Oké, top. Nou jongens, ga naar jullie kleurtje toe. Dan blijven jullie ook gewoon lekker hier. En dan gaan wij kijken hoe we dit gaan doen. En Robin, maak er maar lava van. Oké. Daar komt hij. Zijn jullie klaar voor, jongens? We gaan het doen. Hoe willen jullie doen? Willen jullie vuurwerk? Willen jullie Robin's blokken? Of moet ik een diertje plaatsen? Wat gaat ermee gebeuren? Dat is de winnaar. Nee, dan komt er nog het wiel. Het wiel komt er dan nog aan. Oei. Jij mag kiezen, meneer Peter Griffin. Jij mag kiezen. Doe maar vuurwerk. Oh, dan is het gelijk direct. Robin, ben je klaar voor het vuurwerkje? Nee, maar we gaan het toch doen. We gaan het toch doen. En die krijgt nog steeds het wiel. En dan moeten we alleen nog even bepalen wat we op het wiel gaan doen. Oeh! Mijn god. Oh, je hebt geluk. Jij, Peter Griffin. Oh, jee. Ik was zo zenuwachtig. We gaan het wiel draaien. We gaan aan het wiel draaien. Ik ga hem even pakken. Ik kan het originele wiel gewoon even draaien. Alleen haal ik dat maar. Even van het bepaald en Robin bepaalt eruit. En dan plaatsen we daarvoor niet het parcours. Dropper halen we er ook uit. Creeper halen we er ook uit. Ik denk dat we gewoon even een overleven en dood telkens maken. Is dat leuk, Robin? Wat? Gewoon alleen maar overleven en de dood. Dan hebben jullie dan kunnen we het nog extra spannend maken. Ik heb aan het rad gedraaid. Ik ga echt heel hard aan spinnen. Zo, daar komt hij. Peter Griffin. Het gaat worden. Het gaat worden voor jou. Mijn muis is echt aan het tollen als een malle. Maar ik zie hem langzaam traag gaan. En het wordt. Het wordt. Oh! Wat heb jij een ongeluk? Oké, nu, Vaspo, is het aan jou de beurt. Wat gaan we doen? Gaan we nog een keer op het vuurwerk klikken? Gaan we wat anders doen? Doe maar een diertje. Een diertje, oké. Je ziet hem echt nadenken. Je ziet het proces van het varkentje in de weeg gaan. En ineens gaat echt één enge 180 maken en dan gaat hij naar mij toe lopen. Voelt hem aan. Peter Griffin. Hoe kan dat nou? Ben je er klaar voor? We gaan hetzelfde wiel gaan draaien. Nee. Daar komt ie. Ik ga er weer heel hard aan draaien. Dat we lekker in spanning moeten afwachten. Daar komt ie. Het wiel des doods. En hij eindigt op. Oh, hij wordt trager. Ik vroeg het, maar het was overleven. Het was overleven. Robin gaat daar zijn wiel draaien. Hele tweeën. Daar gaat hij. Hij is onderweg. Roze en groen. En hij eindigt op. Oei, dat is niet best, jongens. Dit is niet best. Oh nee, daar gaat hij zeker op een 2. Oh, dat is niet best, jongens. Je hebt in bang dat hij nu op de dood komt, hè? Ja, hij heeft niet heel veel geluk. Ik heb er gelijk dood van, hè? Nou, we gaan eraan draaien. Ik ga er net zo hard aan draaien als de vorige keren. Bij mij is het echt... Zo, harder komt hij draaien. En het is... Oh, ja! Nee! Oh mijn god. Dit is zo ongelooflijk. Oké, dan bepaal ik nu. We gaan gewoon op het vuurwerkje klikken. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja. 3, 2, 1. Ja. Jij wordt zo erg getest. Groene. En ik ga er gelijk een spinnetje aan geven.
Waar sla ik hem weer dood? Het is niet te geloven. De dood. Het was overleven, sorry. Nou, dan gaan we nu weer... Vuurwerk, komt ie. Oh, nevermind. Oh, yes! Je gast! Peter Griffin, hoe kan dit? Het komt echt de hele tijd uit om overleven. De groene broek, het komt door de groene broek, ja. Zegt hij. Maar dan gaat hij weer. Overleven of de dood. Oh mijn god. Ogen dicht klikken. Oh. De dood! Yeah. Yes! Oh, yes! Nee. Yes! Nee! Oh, arme Peter. Wat heb je te zeggen, Vaspo? Dit is jouw schuld. Ja, ik vind het echt heel zielig voor je, maar ik heb wel gewonnen, dus... Oh man, wat wil je? Willen we dat je doodslaan of spring je in de lava? Ik doe het zelf. Oh, je doet het zelf. Je houdt de eer aan jezelf. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Robin, ja. Pak het vuurwerk. Mijn god. We pakken het vuurwerk. Want we hebben een winnaar! Yes! Yes! Vaspo heeft gewonnen. Hoe kan jij nou winnen? Jij hebt nog vaak meegedaan. Sterker nog, dat is de eerste keer dat ik Minecraft aanraak. Echt, ik denk 3 maanden of zo. Oh mijn dus, god, je hebt gewoon gewonnen. Wat vind je ervan? Heel cool. Ja, ja. Kijk, iedereen boven je is trots op je, die zit hier aan te kijken. Arme Thomas. Het spijt me, Thomas. Ja, dit is ook gewoon de eerste keer dat ik het hele event meedoe. Oh, dan ben je wel echt weg. Ja. En je hebt een mooie plek in de video gekregen. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Vaspo is de winnaar. We gaan hem een leuke prijs opsturen. Vond je het nou leuk? Vergeet dan zeker even niet te liken. Abonneer ook eventjes. En dan nu, kijk lekker deze video. Want dit is namelijk ook een leuk event waar we heel veel leuke, bijzondere, spannende dingen hebben gedaan. Heb je het nou nog niet gezien? Kijk hem dan zeker even. En nu spreek ik later glaasje water tot 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yeah!